Mijn naam is Jan Vrelst. Ik werk aan het departement beleidsinformatica van de Universiteit Antwerpen. En samen met collega Herwig Mannaert ben ik de oprichter van de spin-off NSX. NSX is gebaseerd op de Normalized Systems Theory, die onderzoekt waarom software degradeert als je die aanpast over de tijd. Dat betekent dat de software duur wordt om te veranderen, inflexibel wordt. En wij onderzoeken waarom dat is en wat je ertegen kan doen, zodanig dat software flexibel is en blijft over de tijd. Eigenlijk willen wij de wereld veranderen, willen wij de wereld beter maken. En als we dan dingen gevonden hadden in het kader van die Normalized Systems Theorie, dan hebben we ook NSX opgericht om de wereld beter te maken, om de dingen die we gevonden en ontwikkeld hadden in de praktijk te kunnen brengen en er de wereld van te kunnen laten genieten eigenlijk. NSX heeft vandaag een 25-tal medewerkers, heeft ook al vrij grote klanten in zowel België als Nederland en ondertussen meerdere tientallen systemen in productie, informatiesystemen, die volgens Normalized Systems Theorie zijn gebouwd en die dus kunnen aangepast worden en evolueren.